Hallo en welkom bij deze nieuwe video en voor mij ook wel een beetje een welkom terug. Vanwege mijn mentale gezondheid heb ik een hele lange tijd niet meer zo voor de camera gezeten, dus het is even wennen weer. Wat ook voor mij wennen is, zijn bepaalde games. Want in de afgelopen tijd zijn er natuurlijk voor verschillende games allerlei updates gekomen, uitbreidingspakketten, weet ik het veel allemaal. Inclusief voor The Sims 4. En dat gaf mij een leuk ideetje. Nou, zijn we hier in Creëren Sim. En het zou natuurlijk voor mij heel leuk en makkelijk zijn om gewoon een leuke sim te maken. Leuke kleding uit te kiezen, mooie kapsels uit te kiezen, er gewoon een hele mooie dame van te maken. Maar dat is natuurlijk iets te makkelijk. Het is voor mij namelijk de perfecte moment om de Zwart-Wit Challenge nog een keer te doen. Want ik heb nu natuurlijk geen idee van alle nieuwe dingen die erbij zijn gekomen. En geen idee van al die kleurswatches die erin zitten. Dus dit kan een hele interessante uitkomst gaan hebben. Dus we gaan mijn beeld op zwart-wit zetten. Dit wordt wat. En we gaan natuurlijk even een paar keer op dat dobbelsteentje klikken. Want nou weet ik al helemaal niet meer welke kleuren ze aan hebben. En ik moet natuurlijk ook even aantonen dat ik niet de boel aan het flashen ben. We gaan even laten zien. Kijk. Het is echt zwart-wit. Ik heb geen idee welke kleur deze sim nu heeft. Qua kleding, qua oogkleur, qua schoenen. Let's go. Even kijken. Ook weer, hoe deden we dit ook alweer? Ze heeft nu een coole donkere kleur. Ik wil een beetje ergens in het midden gaan zitten met warm. Oh, ik heb geen idee, hè? Ik weet ook niet wat dit is. Schuif om de kleur aan te passen. Ja, welke kleur? We gaan voor deze. Denk ik. Oh, er zijn heel veel dingetjes bijgekomen, maar ik weet niet wat dat is. Zijn dit ook sproetjes? Heel veel nieuwe gezichtsdingen. Er zitten wel sterretjes bij, dus dat is fijn. Ik weet nu een beetje wat er nieuw is. Kijk, deze sproetjes ken ik. Dit ziet er toch anders uit. Zijn dit ook sproetjes? Oh, ik zie hier ook een icoontje bij. We gaan voor deze. Volgens mij is dat ook nieuw. Er zit een sterretje bij. Oké, tanden. Nou, daar is niks nieuws bijgekomen. Die laten we gewoon lekker normaal. Wenkbrauwdetails. Ja, dit is natuurlijk allemaal van het weerwolvenpack. We gaan er wel een normale sim van maken, voor zover we dat kunnen. Hoe krijgen we dat hoofddeksel af? Zo. Ze heeft... Ik weet, dit is zwart. Dan zit hier een aantal donkerbruine kleuren. Nou, dit moet zo'n beetje blond zijn. Wat is dit? Ik weet het niet meer. Zullen we de kleur gewoon laten, aangezien ik toch niet weet wat het is? Gewoon een verrassing wat eruit komt. En dan wil ik natuurlijk wel een kapsel die ik nog niet ken. Even kijken wat we een beetje hebben allemaal. Dit is gewoon simpel kort. Ik wil wel iets leuks. Oh, kijk. We hadden toch al zo'n schuine vlecht? Of is dit nu anders vanwege hoe het haar hierboven loopt? Een band met een knotje. Dit kan ook interessant zijn, hè? Deze kunnen we op zich wel onthouden voor warm weer of sportkleding. Want die band heeft natuurlijk ook een kleur. En ik weet niet welke. Oeh, hier zit nog een kleurtje onder. Even kijken, ze heeft hier... Ja, ze zou op zich een pony kunnen hebben die natuurlijk vast zit onder die band. Want ik wil heel graag die band gebruiken. Ze heeft een knotje, dus ik zou verwachten met dit kapsel dat het ongeveer middellang tot lang haar is. Ik hou er wel van om dat, zeg maar, bij een sim aan te houden in alle kapsels. Niet dat ik haar, zeg maar, hier dit kapsel geef. En dat ik dan bij een andere outfit dit kapsel geef. Dat ze opeens poef een kleurtje heeft. En dan later dat ze dan... Ik weet niet wat dit is. Oh, dat is ook een knotje. Maar dat ze dan bijvoorbeeld daarna opeens heel kort haar heeft. Bij een andere outfit. Daar hou ik zelf niet van. Dus ik probeer er wel een beetje op te letten in alle outfits die ik kies. Ik zie gewoon, deze zijn hetzelfde. En ik zie hier iets lichter grijs. Dus dat betekent dat hier ook weer zo'n mooie kleurgloed in zit. Ik ga echt nog een keer in kast zitten kijken op het moment dat ik weer kleur heb. Oh, ik vind deze heel tof. Gewoon simpel stijl haar. Aan de ene kant naar achter. Aan de andere kant zo mooi. Het haar valt mooi zo lang. Dit is wat korter. Met een bijzonder... Ik vraag me dan echt af, hoe blijft dat zitten? Het idee dat ik deze al ken. Welk pakket is die? Oh nee, die ken ik niet. We hebben toch al zo'n kapsel met ringetjes in het haar. Was dat niet wordberoemd? Krulletjes? Ja, ik ga dus nu niet voor krullen. Ik ga voor dat ene mooie haar. Welke was dat nou? Dan ben ik het weer kwijt, hè? Hè? Waar is dat mooie stijle haar gebleven? Heeft hij de volgorde omgegooid? Ik heb natuurlijk een aantal dingen aangeklikt, waardoor het nu geen sterretje meer heeft. Wacht, ik doe gewoon zo. Terug. 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 Deze. Ik vind dit wel een mooi alledaagse outfit kapsel. Oh jeetje, ik was hier vroeger best wel goed in, maar dat is nou weer even wennen hoor. Zo. Willen we nog een accessoire doen? Oh ja, piercings. Nou, dit was... Oh, hier zit wat nieuws. Neuspiercing. Maar dit vind ik iets too much. Waar komt dat vandaan? Ik herken het icoontje niet. Oorbellen. Oh ja, tuurlijk. Dit is simpel. Dit zou bij meerdere outfits kunnen passen. Ah, ze in samenwerking met iemand. Ik denk, arm staat er een blumbopje bij. Maar dit is dus door een simmer gemaakt. Oh, hier is alleen de rechteroor. Wat is dit? Steentje. Hebben we een pizza oorbel?
Okay. Ja, die ken ik al, die eronder zitten. Ik ga denk ik voor die ene die ik net had, deze. Ik zie dat hij aan de rechteroor anders is. Maar hij is gemaakt door een simmer. En ik vind het ook wel zo'n oorbel die bij allerlei alledaagse outfits zou kunnen passen. Dus daar gaan we gewoon voor. Hey, medische wearables. Hebben we nou gewoon gehoorapparaten? Oh my god. Oh, linkeroor, rechteroor. En dit is dan beide zeker. We hebben gewoon oorhangers. Maar hebben we alleen oorhangers? Of ja, het zijn alleen oorhangers. Geen CI's. Oké, maar nou is die oorbel weg. Hallo, als je doof of slechthorend bent, kan je ook gewoon oorbellen dragen. Welke was het nou? Oh ja, deze vond ik zo cute altijd. Ik begin alweer wat dingetjes te herkennen. Vorige knop. Ik denk dat dat mijn go-to move wordt vandaag. De terugknop. Daar. Daar zijn ze. Maar Sims, oorhangers en oorbellen kunnen gewoon samen. Oké, nou, dit is het hoofd voor de alledaagse outfit. Oké, laten we nu maar gaan kijken naar een leuke outfit. Nou is het natuurlijk wel iets te makkelijk om haar een complete look te geven. Zeg maar zo'n volledig lichaam outfit. Want dan klopt het wel qua kleur. Dat wil ik niet doen. Dus we gaan gewoon een losse bovenkant en onderkant uitkiezen. Dan is het natuurlijk iets meer uitdaging voor mij. Ik zie meteen al dingen die helemaal nieuw zijn. Ja, wat vind ik leuk om haar te geven. Ik moet eerst maar gewoon eens kijken hoe het er op de sim uitziet in zwart-wit. Voor mij is het natuurlijk allemaal nieuw. Shirtje met patroontjes. Dit is natuurlijk wel extra leuk, want hier heb je en een jasje en een shirtje eronder, wat natuurlijk allebei een andere kleur heeft. En dan moet er nog een onderkant bij, wat natuurlijk ook weer een eigen kleur gaat hebben. Dus dat is wel uitdagender dan bijvoorbeeld alleen één blouseje kiezen. Al zie ik hier ook wel patroontje doorheen lopen, dus dat betekent ook al twee kleuren. Huh? Oké. Onesie, bodysuit. Oh, wat schattig. Vlindertje. Oh, deze vind ik ook leuk. Deze zal waarschijnlijk wit zijn. Oh nee, dit is wit. Wat is dit dan? Maar wel heel schattig. Dit zou echt heel top zijn in de zomer. Met dan een spijkerbroek eronder. Met zo'n scheur in je knie. En dan gimpjes eronder of ballerina's eronder. Zo'n hele leuke, chille zomeroutfit. Oeh, vind ik ook leuk. Ja, ik wil denk ik met haar niet per se de western kant op. Want ik weet dat er een paardenpack bij is gekomen. Dus dit zal wel een beetje western kleding zijn. Oh, ik zag het eerst niet. Maar ik zie hier zo'n randje lopen. Dus het is zo gaaf. Een shirt met een shirtje eronder. Ja, ik dacht al, dit lijkt me een kookschort. Dit is een strandachtige iets. Wat is dat icoontje toch? Het ziet er wel allemaal een beetje uit als ik ga lekker op het strand liggen. Oh, en hier komen we weer bij de dingen die ik ken. Ik ga even terug. Ik denk dat ik voor dat ene shirtje ga met die mooie, met die randjes die ik zo leuk vond. Deze. Maar ja, welke kleur? Gaan we voor wit? Of de iets minder wit? Of de lichtgrijs? Of nog grijzer? Of nog grijzer? Ik ga voor deze. Dit is geen wit, want die is lichter. Dus dit, ik denk, als ik zou moeten gokken, denk ik dat deze wit is. Maar deze? Misschien roze, oranje, lichtblauw, lichtgroen. Wel iets lichts. Oké, onderkant. Even helemaal omhoog. Dat is een heel leuk broekje, maar niet onder zo'n trui. Lange rok. Zou leuk zijn voor sporten. Even, die schoenen leiden me enorm af. Boes. Geen onderbroek. Spijkerbroek. Dit vind ik wel leuk. Dit is meer een sportievere broek. Ik zie hier geen sterretjes staan. Dit ken ik allemaal, maar deze broek ken ik niet. Ik weet ook niet wat dit voor een icoontje is. Dus we gaan voor deze. Beetje zoiets. Lichtgrijs met iets donkerder grijs. Schoenen. Oké, ik denk... Oh, wat is dit? Very cute. Denk ik. Ik weet natuurlijk niet welke kleur. Dit is dan niet mijn smaak. Ik heb natuurlijk hele leuke gimpjes in mijn hoofd en ballerines in mijn hoofd waarvan ik weet dat ze in het spel zitten. Maar ik moet natuurlijk expres even dingen gaan kiezen die nieuw zijn. Want dan weet ik 100% zeker dat ik de kleur zwartjes niet ken. Oké, er zitten wel gimpjes bij. Ah, wat leuk. We gaan voor deze, denk ik. Ja, want kijk, hier komen de schoenen al die ik ken. En de schoenen die ik in mijn hoofd had voor bij deze outfit waren bijvoorbeeld dit soort gimpjes. Maar we gaan voor deze. Dan nog de vraag. Oh, we hebben ook nog met blokjes. Maar we gaan voor deze. Met het konijntje. Ja, deze kleur. Geen idee. Nog misschien een leuk armbandje erbij. Hier, ook weer verschillende kleurtjes door elkaar. Nou, top. We hebben een alledaagse outfit. Of het matcht straks, wanneer de kleuren aangaan. Geen idee. En door met formeel. Oh jee, wat heb jij nou weer op je hoofd? Weet je, ik laat de make-up gewoon zitten. Wat het spel me geeft, laat ik gewoon zitten. Want het spel is ook altijd heel erg goed om dingen bij elkaar te matchen. Waarvan je denkt, Sims... Really? Zoals... Nou... Ja, oké. De top en de onderkant matchen. Die schoenen eronder niet. En die hoed had op zich nog wel gematcht. Maar we gaan de make-up laten gewoon zitten. Ik wil nu wel voor een volledige outfit gaan. Even kijken of er wat dingen nieuw in het spel zitten. Volgens mij heeft het spel inmiddels wel wat sterretjes weggehaald. Zie je, dit is een icoontje die ik niet ken. Die schoenen weg. Schoenen altijd zo afleidend in het kiezen van een outfit. Ken ik dit al? Ik ga nou even kijken naar die packs. Want ik weet dat er een studentenlevenpack is en een middelbare schoolpack. Middelbare school heb ik ook wel gespeeld.
nog. Ja, studentenleven, middelbare school ben ik nog wel mee gespeeld. Het is echt samen groeien en paardenboerderij is voor mij nieuw. Mijn bruiloft heb ik niet echt mee gespeeld, maar ik heb wel met Weerwolf gespeeld. Dus ik heb mijn bruiloft dingen wel in het spel kunnen zien. Wat hebben we hier nieuw? Dit ken ik al. Geen accessoirespakket gekregen? Oh jawel, hierboven Hobbykok en kristalcreaties. Ja, die ken ik dus niet. Maar waarom staat het hier? Oh, hier, te huur staat bovenaan. Die ken ik ook niet. Ja, en die kids natuurlijk. Oh, de kids zijn gesorteerd. Oh. Retro outfit. Fashion Street. Incheon. Die ken ik wel. Incheon. Moderne mannenmode. Zomerse carnavalsmode. Sowieso nieuw. Maanlicht chic. Kleine kleertjes. Symptomits. Grunge revival. Zwembadpret. Oh, ik mis er eentje blijkbaar. Gave gothic. En urban homage. Ik moet dus middelbare school niet pakken. Want die heb ik ook wel eens gezien in het spel. Dit is van die kristallen pack. Oh, dat is wel leuk met dat maantje. Ik vind het alleen niet een hele hippe outfit voor haar. Oh, hier hebben we nog iets. Wat hebben we nog meer? Ja, hier zijn icoontjes die ik herken. Kijk, dit is dan weer voor mij nieuw. Oh, pretty. Oh, dit vind ik ook tof. Oh, dit staat er ook echt top, hè. Heel cool. Dit icoontje ken ik niet. En dit is wel een mooie formele jurk. We gaan voor deze. Oh, ik zie hier. Kijk, dit lijkt mij één kleur. Maar dan zie ik hier dus een randje lopen. Maar ik zie geen verschil in de jurk. Maar ik zie hier dus echt een randje lopen. Wat? Waar? We gaan voor zo eentje. Ik ben heel benieuwd. En dan gaan we die leuke diamanten schoentjes die ik zag. Die wil ik eronder. Deze. Oh, die zijn wel heel donker. Zo, nu lijken ze naar mijn idee. Oeh, deze zijn wit. Die vind ik te licht. Ja, ik denk dat dit wel bij de jurk zou kunnen passen. Hier ook nog een mooie accessoire. Bij. Iets wat ik niet ken. Ja, die ken ik natuurlijk allemaal. Want het lijkt me wel tof om juist hier van die mooie handschoenen bij te doen. Ja, misschien moet ik dat gewoon doen. Kijk, het past wel heel goed. Dit lijkt mij dezelfde grijs. En dan kan natuurlijk altijd nog wel... Oh, jemig, wat is dit? Intens. Oké, we doen er gewoon een ring bij. Zo. En de haar. Ja, weet je. Het past zo goed bij deze outfit. We laten het gewoon zo. Sportief. Gaan we weer een losse boven- en onderkant doen, denk ik. Dit vind ik wel leuk. Hier zit je ook weer met meerdere kleuren. Want ik neem aan dat dit... En dit gedeelte hetzelfde is gekleurd. En dat die balk een andere kleur heeft. En dan zit er natuurlijk nog een shirtje onder met een kleur. Oh, nee. Hè? Maar ik denk dus dat deze, dat dit en dit hetzelfde is. Maar als ik hier zo kijk, zie ik donker en lichtgrijs. Het zijn dus verschillende kleuren. Oh, dit vind ik ook leuk. Ja, maar hier zit sowieso twee kleuren. We gaan voor deze, want dit zijn al drie kleuren. Meer uitdaging. En dan een onderkant. Oh, hier zit ook een streepje. Oh, hier zit ook een streepje. Oeh, hoort dit bij elkaar? Dit zou wel eens bij elkaar kunnen horen. Ja, leuk. Schoenen. Nou, helemaal top. Misschien een horloge erbij. We hebben van die sporthorloges. Maar deze is van dat pakket met die skiwereld, snowboardwereld. Oh ja, dat was ik vergeten dat je die leggings ook nog had. En nagellak. Nee, we gaan wel voor die sporthorloge. Vind ik wel bijpassen. En dan doen we hier het haarbel opsteken. Zal ik hier dan voor die ene haarband gaan? Geen idee welke kleur. En dan gaan we naar nachtkleding. Ja, dit vind ik wel passen qua kapsel voor het slapen. Hebben we leuke pyjamaatjes. Dit is nieuw. Ik zie hier een icoontje bij dat iemand hem heeft gemaakt. Is er nog iets anders wat ik... Oeh, dit ken ik ook niet. Bloemetjes. Oh ja, we hebben nu ook spannend ondergoed. Hè? Oh, dit is schat. Zo, die. En dan slofjes erbij, want er moet wel iets van kleur in natuurlijk. Ja, alleen het probleem... Oh, deze ken ik niet, want dit icoontje... Ik weet niet wat voor icoontje dat is. Hier staat een eentje op. Nou, maar dit is licht en dit is een donkere kleur. Dus we gaan deze toch even iets lichter maken. Kijken of ik het weet te matchen. Echt een leuk pyjamaatje dit. Oké, feestoutfit. Oeh, hier zitten ook wel dingetjes die je moet ontgrendelen. Ik wil wel even kijken hoor, gewoon wat we hier hebben. Dit ken ik allemaal. Dit ken ik niet. Maar dat vind ik niet echt passen bij de dingen die ik al eerder voor haar gekozen heb. Dit ook niet. Even die schoenen weer weg. Het is zo lastig om die kleuren niet te zien, want je weet dus niet, heeft dit blouse jurkje hele oudbollige kleuren, hele hippe kleuren? Hoe staat het bij haar huidskleur? Hoe staat het bij haar haarkleur? Ik heb geen idee. Ja, dit is natuurlijk ultieme feestoutfit, maar die komt van de middelbare schoolpack. Heb ik waarschijnlijk al ooit eens gezien, al zou ik nu geen idee hebben welke kleuren dit zijn. Ik zie hier en daar wel al dingetjes waarvan ik denk, oh ja, dit herken ik nog wel. Dit herinner ik me nog wel. Zelfs deze kan ik me nog wel herinneren, maar ik herken dit icoontje gewoon niet. We komen nu weer een beetje bij de pakketten waarvan ik geen idee heb wat er allemaal in zit qua kleuren. Oh nee, ik zie hier alweer Moschino voorbij komen. Magische rij. Strangerville. Deze vond ik ook wel leuk om te geven. Hij kan een beetje oudbollig zijn of een beetje tuttig. Maar bij de juiste sim kan hij ook heel leuk staan. Ik ga even kijken bij losse bovenkantjes en onderkantjes. Ja, we gaan bij feestoutfit niet voor simpel t-shirtje natuurlijk. Ik wil wel wat leuks. Met de juiste onderkant kan dit heel leuk zijn. Oké, het jasje is sowieso donkerder dan het topje. Want dit kan ook heel leuk zijn met een
een hele goede broek eronder, denk ik. Maar ja, heeft het spel broeken erin zitten die tof zijn, die ik nog niet heb gezien? Oeh, je hebt ook gewoon die glitterbroek apart. Ha, maar die gaan we niet doen. Ik wil het liefst een skinny jeans broek. Maar ik weet dus niet of die er de afgelopen tijd bij zijn gekomen. Ja, behalve dit dan. Maar als je hier al sexy hebt, moet je bij de benen niet ook sexy doen. Dat wordt iets te veel. Die hebben we al bij de alledaagse outfit gedaan. Ja, hier komen we toch weer. Kijk, dit zou ik heel tof vinden eronder. Maar dit is een broek waarvan ik weet dat hier van die hele mooie pastelkleuren bij zitten. Die moet ik niet pakken, want ik ken die kleurswatches. Oh, deze is wel heel low waist. Oh, geef me een goede broek. Deze te wijd. Ik wil iets strakkers. En dit is ook weer een broek die door iemand is ontworpen. Maar ik heb geen idee of ik deze al ken. De kleurswatches op dit moment springen niet in mijn hoofd. Dus we gaan gewoon deze proberen. Kijken of we het grijs een beetje kunnen doen matchen. Dit is donkerder. Donkerder. Die is wit. Dit lijkt me wel een beetje hetzelfde grijs. En dan schoenen. Deze zijn leuk. Zijn wel van het basisspel. Ja, het lijkt me wel leuk om maar... Oeh. Spookhuis. Lijkt me wel leuk om haar iets met een hakje te geven van die laarsjes of zo. Deze ken ik niet. Oh, die zijn wel heel stoer. Oh, vlammen? Nee, dat vind ik niet zo bij haar passen. Hebben we dan ook nog zonder vlammen? Alleen die eerste. Nou, dan wordt het die eerste. Maar die zijn waarschijnlijk zwart. Oh, we hebben ook nog wit. Alle andere kleurzwartjes hebben vlammetjes. Ik wil geen vlammetjes. Nou, dan maar zwart doen. Ik wou zeggen, dit zou wit kunnen zijn. Maar als ik kijk naar die knoopjes op het topje, die zijn lichter dan het topje zelf. Dus ik denk dat het topje niet wit is. We doen de zwarte eronder. Geen idee of het matcht. Maar dat maakt de challenge natuurlijk ook weer leuker. De haar mag natuurlijk even anders. Oh ja, hier. Wordt beroemd. Met die ringetjes in het haar. Ik wist het wel. Misschien is dit wel leuk. Hier zitten van die veertjes in het haar. Dat heb ik vroeger ook een keertje gehad. Dat moet je met zo'n speciaal ringetje in je haar laten klikken. Zit ook weer kleur in natuurlijk. Dus wie weet badge dat totaal niet. Maar dat maakt het wel leuk. Oké, en zo te zien heeft het spel haar make-up gegeven. Of het matcht, geen idee. Slaapkleding. Oh, ze gaat blijkbaar ook met make-up slapen. Met make-up sporten. Het lijkt me dezelfde make-up. Hier heb ze dan geen make-up. Dus dat is bijzonder. Oké, we gaan naar zwemkleding. Waar ze blijkbaar ook make-up op heeft. Haar haar is eigenlijk wel perfect gewoon voor zwemkleding. Ik wil eigenlijk... Ik ken het kapsel natuurlijk wel al. Maar ik weet dat Moschino heeft zo'n leuk kapsel. Ook stijlhaar. Die gebruik ik heel vaak voor de zwemlook. Het ziet er ook echt uit alsof je zo uit het zwembad gekomen bent. Ja, waar vind ik dat? Deze is ook wel leuk. Deze is van Kleinwonen. Of interieurontwerper. Een van die twee. Lijkt ook wel alsof je met nat haar is gaan drogen. Het zit een beetje wild. Maar het zit misschien ook iets te gestyled. Dit matcht ook wel. Weet je, zo die plukjes die dan krullend opdrogen. En er zit hier een strikje in het haar. Vind ik ook wel leuk. Want dan gaan we nu kijken naar badkleding. Zijn er nieuwe complete setjes bijgekomen? Oeh, dit is wel heel hoog zeg. Heel ingewikkeld. Deze kan denk ik wel zwemmen. Dit is toch bijzonder. Kijk, als je sim gaat zwemmen, dan liggen ze dus deels schuin in dat water. Dus hoe werkt dat dan met die band? En als je sim rondloopt, dan zie je die rondlopen met die band. Ik ga denk ik voor deze, want meerdere kleurtjes. Dit. Geen idee of het matcht. Laten we inderdaad weer voor slippertjes gaan. Want die kunnen natuurlijk... Dan valt er nog iets te vloeken. Ja. De laatste twee outfits. Warm weer en koud. Waarom heb je nou opeens een neuspiercing in? Hier, piercings. Hup, weg. En opeens een bril op. Bril weg. Je mag die oorbellen wel houden. Misschien is het wel leuk. Dat ene topje wat ik zo leuk vond. Voor warm zomers weer. Om die te pakken. Moet ik hem natuurlijk wel weer vinden. Of deze. Nee, ik wil die ander. Ik vind die ander zo leuk. Wacht eens even. Dit lijkt me ook leuk. Dit had ook leuk kunnen zijn geweest voor feest. Ik weet niet voor warm weer of je dan vol met glittersteentjes wil hangen. Ik zou dat misschien niet zo snel doen. Maar het lijkt me leuk om deze te gebruiken. Dit zal wit zijn. Die of die zal zwart zijn. Dus dit is sowieso een kleurtje. En dan moet er nog wat onder. Ja, vind ik wel een leuk broekje voor de onder. Wel met een printje, vind ik leuker. Oké, schoentjes. Ja, ik vind die schoenen die ze eronder heeft al leuk. Maar ik weet een beetje ongeveer nog welke kleurzwartjes die had. Dus laten we voor een schoen gaan waarbij ik dat niet meer weet. Of waarbij ik dat überhaupt niet zou kunnen weten. Nee, die vind ik niet leuk. Simpele slippertjes in de kleur. Ik heb geen... Oeh, deze heeft er twee. Maar ik gok dat dit zwart-wit is. Dus die gaan we toch niet doen. We gaan voor die. Want ik heb geen idee. Ze heeft al een ring om, enig. En daar ook een ring om, helemaal prima. Ja, koud weer. Full on western opeens.
Nee, dat gaan we niet doen. Zit er hier nog iets nieuws bij überhaupt? Nee, dan gaan we meteen door naar losse bovenkant en onderkant. Maar ik vrees dat hier ook niet heel veel nieuwe dingen bij zijn gekomen. Waarschijnlijk wel truien en zo, maar echt jassen. Oké, Sims, dit is hoog. En dit ook. Ik zie blote buik. Dat wil je niet met koud weer. Dit ook. Deze ken ik niet. Oh ja, bij de western dingen zijn er wel wat jassen bij gekomen. Maar dan zie ik vervolgens opgestroopte mouwen. Lijkt me heel koud als het dan buiten sneeuwt. Nee, ik ga denk ik gewoon voor deze. Dit past al een beetje bij wat ik haar al gegeven heb qua outfits. Lange mouwen. Even kijken voor een broek. Dit past er wel onder, denk ik. Qua, als ik het zo zie, zou je denken dit past wel bij elkaar. En dit lijkt me ongeveer hetzelfde grijs als het jasje. Misschien is het jasje wel groen en is die broek donkerroze of zo, weet ik het. Gaan we straks zien. Schoenen eronder. Ja, deze ken ik al. Klik meteen die aan, maar ik ken ze al. Maar het is een beetje lastig om en leuke schoenen te vinden die passen bij de outfit. En schoenen die ik nog niet ken. Deze ken ik niet. Laten we die doen. Geen idee of er onder staat. Kijk, als ik het zo zwart-wit zie, denk ik, oh, het staat er wel leuk onder. Maar misschien past dat helemaal niet als je dan de kleur ziet en de structuur dus beter kan zien. Maar ik zit zo een beetje verder te scrollen. Ik zie heel veel pakket-icoontjes die ik wel herken. Ja, en dan zie ik natuurlijk heel veel western dingen waarvan ik weet, nou, dat past sowieso niet onder deze look. Ik denk dat we gewoon voor deze schoenen gaan. Dus we hebben deze outfit voor koud weer. Oh wacht, hier kan nog wel een muts bij. Nee, het is niet per se een outfit voor buiten. Dit kan ook een koud weer outfit zijn. Gewoon winter outfit voor binnen. Ze doen geen muts. Maar goed, koud weer, warm weer, zwemkleding, feestkleding, nachtkleding, sportkleding, formeel en alledaags. Tijd om te gaan kijken hoe deze sim eruit ziet in kleur. In 3, 2, 1. Oh. Oh, die veters matchen met de broek. Ik had die broek niet verwacht in het felgroen. En ze heeft rood haar. Oh, hoe zaten de kleuren ook alweer? Oh ja, hier zat rood. Dit was blond, bruin. Oeh. Heel tof. Oké, maar even terug. Oorbellen matchen heel goed met haar top. Dit past. Echt bizar, maar dit past gewoon bij elkaar. Alleen die armbandjes wat minder. Gewoon groene veters bij groene broek. Hoe krijg ik het voor elkaar? Dit is dus alledaags. Dan gaan we naar... formeel. Kijk die make-up. Oké, knap van de Sims. De oogschaduw matcht met de lippenstiften. Dat is vaak ook een combinatie die de Sims moeilijk vindt om te doen. Het matcht ook nog eens met haarkleur. Maar dan zoomen we uit. Oh, ik zie hier het kleureffect. Dit is een beetje gelig. En dit is een beetje aquamarijn, blauwig kleurtje. Met dan vervolgens roze hakjes. En dan een beetje lila handschoenen. Met roze ring. De ring matcht met schoenen. Gek genoeg vind ik dit niet een hele vreemde combinatie. Want het is wel allemaal een beetje dat zachtere, pastelachtige kleur. Maar nee, dit matcht niet. Even kijken naar die andere kleurtjes. Zo, ik zie opeens heel veel kleur hier. Kijk, als ik deze had gepakt, was het beter geweest. Deze, moi. Maar wel cool, die kleurtjes. Oké, maar het is nog niet heel erg raar, maar ik zou dan schoenen uitdoen. En die schoenen ook in welke kleuren komen die allemaal? Oh, heel veel felle kleuren. Oh, dit is dus geen wit. Dit is blauw. Dit is frozen. Deze vind ik. Ik denk dat ik dit de mooiste swatch vind nu al. Ja, oké, sportief. Oké, grijze haarband is neutraal. Dat is weer een beetje jammer. Maar dit matcht. Zwarte broek. Onderkant van de topje zwart. Ik zie een rode baan. Zit rood in de schoenen. Grijs van de haarband komt terug in de schoenen. Alleen hier hebben we roze en een beetje groenig. En hier hebben we dan lichtblauw. Maar ik vind dit een geslaagde combi. Tot nu toe, alledaags geslaagd, sportief geslaagd. Gaan we naar nachtkleding. Oh, zo! Ja, die make-up is gek. Maar gewoon dezelfde kleur, hè? Dezelfde kleur. En feestkleding. Oké, dit zijn dus hele heftige kleurtjes. Ik had dit neutrale. Welke kleuren komen deze? Oh, kijk, er zitten ook wel simpele kleuren in. Ik heb natuurlijk weer net... Oh, dit zijn ook excentrieke kleuren. Maar ik heb net een van de heftigste combinaties eruit gepikt. Als ik dit had gepikt, was het gewoon heel simpel geweest. Maar omdat dit zo heftig is qua kleuren en die broek is zo grauw, het matcht daardoor niet. Dit waren allemaal simpele kleuren geweest. Nee, dit had allemaal niet gestaan, omdat dit zo fel was geweest. Ik denk dat je hier ook een goede broek onder had moeten doen. Goede kleuren. Kijk, dit zou al beter zijn geweest. Die schoenen eronder vind ik wel heel tof. Maar gewoon de kleurcombinatie van de top en de onderkant. Dit is gewoon heel fel. Dit is een beetje grauwig. Oké, badkleding. Was natuurlijk ook makkelijk, want dit is een complete outfit. Slippers, ja. Hoeveel mensen matchen hun badslippers nou met hun outfit? Maar het is niet dezelfde kleur. Maar voor de rest... Oh, en ze heeft een groen dingetje in haar, dus dat matcht ook niet. Warm weer.
Oké. Okay. Oh, dit was los, ja. Een losse onderkant, een losse bovenkant. Wat goed. Het matcht gewoon bij elkaar. En die slippers zijn gewoon simpel grijs met zwart. Dus daar is niks mis mee. Ze heeft zelfs een roze ring om. Ja, die heb ik niet gekozen. Ze heeft het spel gedaan. Die is zilver. Die ring is misschien een beetje iets te heftig kleur als je kijkt naar dit. Maar dit is een hele prima kleurencombinatie. Ik ben hier erg tevreden mee. Dan gaan we naar de laatste outfit. Koud weer. Ik vind de outfits minder leuk nu ik hem in kleur zie. Kunnen we terug? Kijk. Dit is toch mooier? Dit vind ik mooier dan dit. Nee, het is niet heel gek qua kleuren. Maar ik vind die kleur van het jasje gewoon niet mooi. Kijk, dit was al zoveel beter geweest. Of dit. Maar helaas, ik had dit gedaan. Maar ik vind eigenlijk dat ik de challenge best goed heb gedaan. Ik ben tevreden over deze. En ik ben tevreden over deze. Welke vind ik het meest geslaagd? Even kijken hoor. Ja, dit is natuurlijk helemaal top. Maar als we kijken naar de alledaagse outfit. En dat is toch de outfit waar je Sim het meest in rondloopt. Ben ik tevreden. Wat vind jij ervan? Laat het weten in de reacties.